wil het eens hebben over de accordeon. Een heel mooi instrument waar je heel mooie muziek op kunt maken. Van inderdaad volksmuziek tot zelfs klassiek toe. De populariteit die was niet zo heel hoog van de accordeon, want het was meer een volksmuziekinstrument. En zo gauw als de accordeon in beeld kwam, dan dacht men ook aan volksmuziek. Denk maar bijvoorbeeld aan Holland Got the Talent. Als daar een accordeonist het podium op loopt, dan krijgt hij zomaar commentaar. Zonder meer. En dat is wat niet hoort, want je kunt ook hele mooie muziek spelen op een accordeon. Ook hele moeilijke muziek. En dat is zwaar klassiek toe. Maar ik heb het even algemeen over een accordeon, zoals deze. En die wordt vaak gebruikt bij bijvoorbeeld de Rowenaise nummers. Ja, populariteit. Heel populair nummer, bestel maar. En dat ging er wel in. Dat bracht ook wel een beetje de accordeon in de populariteit. Je kunt ook allerlei genres op een accordeon spelen. Bijvoorbeeld. Wat het ook kan, is natuurlijk gewoon populaire muziek, ja, de volksmuziek. Kan ook. Wat ook heel veel verschil is in accordeons, want een accordeon wordt ten onrechte trekzak genoemd. En ik ga je daar uitleggen wat een trekzak is, want dit is een accordeon. Ook geen buikorgel, vind ik ook niet echt een leuke naam voor een accordeon. Ja. En een trekzak ook niet, want een trekzak is iets anders. Dit is geen trekzak, dit is een accordeon. Ik zal uit gaan leggen zo meteen wat een trekzak is. Hier komt. Wat ik hier nu in mijn hand heb, is een trekzak. Het ziet er anders uit. Ja. De ballen is hetzelfde, maar dat is eigenlijk ook het enige. Je ziet hier ook twee rijen knoppen. Ja. Dit zijn twee verschillende toonsoorten. Een C en een G toonsoort is dit. Als ik een toon indruk en ik duw, krijg ik deze toon. Maar als ik trek, krijg ik een andere toon. Dus het trekken en het duwen is een wisseltoon en hij is diatonisch. Dat wil zeggen dat dit een diatonische toonsoort is waarop je dan een nummer op één rij speelt. Bijvoorbeeld. Dit is een trekzak. Nooit meer vergeten en niet vergelijken met een accordeon. Omdat we het in deze video dan over verschillende accordeons willen hebben, heb ik ook maar even een knoppenaccordeon bij gepakt. De knoppenaccordeon die kenmerkt zich dat die allemaal knoppen heeft in plaats van een klavier. En die knoppen, dat heeft heel veel voordelen, daar ben je heel snel op. En deze accordeons zie je ook heel vaak in Franse musettes. Ja. Maar bijvoorbeeld ook iets dergelijks als dit. Hè. Enzovoorts. Heel mooi instrument. Is niet moeilijk bespeelbaar als je dat
van jongs af aan geleerd hebt. Ik ben opgegroeid met het klavierakkordeon en dan is het toch moeilijk om over te schakelen naar een knoppenakkordeon. Je bent een beetje de vrijheid kwijt die je op een klavier bent, omdat je daar gewoon mee opgegroeid bent. Maar het is een heel mooi instrument. Dan heb ik hier een elektronische accordeon in mijn hand. Een elektronische accordeon is volledig elektronisch. Werkt hetzelfde als keyboard. Alleen dan zit er natuurlijk een blaasbalg op. En de functionaliteit van die blaasbalg die simuleert ook een echte blaasbalg. Dus trekken, duwen enzovoorts. Alles zit erop en aan. De complete accordeon. Alleen hij weegt heel licht. Hij is volledig elektronisch. Saxofoon wil spelen of accordeon, het kan allemaal. Zo, dat was dan een rondje accordeons. Van de klavierakkordeon naar de trekzak, van de trekzak naar de knoppenakkordeon en van de knoppenakkordeon naar de elektronische accordeon. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe!